vandaag al onze lijsten een lijsttrekker bezorgd. En meer dan dat ook nog heel wat andere belangrijke plaatsen. 14 lijsten met allemaal sterke mensen. Ik ben er fier op, ik ben er trots op. Dat is waarschijnlijk 2 keer hetzelfde, maar vandaag ben ik ze allebei. Want met deze ploeg gaan we echt wel Vlaanderen en Brussel overtuigen om groen te stemmen. Kunnen we in die federale, die Vlaamse regering binnenbreken en ervoor zorgen dat het beleid veel socialer, veel groener wordt, want ons land kan echt wel beter. Ik ben vandaag verkozen door de leden als eerste opvolger voor het Vlaams parlement. En ik sta op de lijst die Elke van den Brand trekt en die Lucas van der Talen duwt. Ik ben heel blij dat ik als eerste opvolger eigenlijk samen met Lucas, samen met Elke, ervoor kan zorgen dat er opnieuw een Brusselse vertegenwoordiger in vertegenwoordigster in het Vlaamse parlement gaat zitten. Ik heb een jaar geleden samen met de lokale groep in Stad Brussel ervoor kunnen zorgen dat er 3 gemeenteraadsleden verkozen werden in Stad Brussel. Ik heb daar zelf een goede score kunnen halen. Wel, ik wil mij nu volop inzetten om opnieuw die zetel in dat Vlaams parlement binnen te halen. Ik sta eerste opvolger voor de federale kamer in de provincie Oost-Vlaanderen. Ik ben voorzitter van Jong Groen. Ik ga voor jongere thema's zoals jongeren laten jong zijn, gasboetes. Die moeten we zoveel mogelijk tegenhouden. Arbeid en gezin combineerbaar houden. Leven moet mogelijk zijn. Geleefd worden is niet positief. En als eerste opvolger ben ik zeer blij met de plaats die ik krijg. En we gaan te volle gaan voor 2 plaatsen in de federale kamer met Groen. Ik ben ervan overtuigd dat solidariteit en rechtvaardigheid de waarden zijn waarop een samenleving gebouwd moet zijn en dat Groen de partij bij uitstek is die dat die waarden verdedigt. En daarom ben ik ongelooflijk fier dat ik me samen met een heel talentvol team in Vlaams-Brabant kan engageren om de campagne aan te vatten naar de verkiezingen in mei 2014. Ik ben Jeroen Dille uit Geel. Ik zal kandidaat zijn op de 3e effectieve plaats op de Kamerlijst. Ik ben al 9 jaar gemeenteraadslid in Geel. En in de politiek ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in sociale thema's. In de Kamer denk ik dat wat mij betreft aandacht moet gaan naar het sociale beleid en zeker ook naar volksgezondheid. En een bijzonder aandachtspunt van mij is geestelijke gezondheidszorg. De sector waarin ik werkzaam ben en waarvan ik vind dat Groen er tot nog toe veel te weinig mee bezig is. Dus daar wil ik zeker in het programma en in de campagne ook maken dat er meer aandacht naartoe gaat. Ik ben Johan Daan, ik ben van Bilze en ben al een aantal jaren provinciaal voorzitter. En dat is van Groen Limburg. Nu, vandaag is er een poll geweest. We hebben de kandidaten gestemd of gepolled die de lijsten gaan trekken. Eerste opvolger en Nijs Duur. En ik ben heel blij vast te stellen dat dat relatief vlot is verlopen uiteindelijk. Het was toch wel een harde strijd. De weken ervoor waren er heel wat kandidaten.